De Sint had zijn hielen nog niet gelicht. Of de eerste plaatjes van kerstbomen verschenen alweer op mijn sociale media feeds. En dat werkt aanstekelijk. Elk jaar neem ik me voor om eens uit te zoeken. of het niet duurzamer kan. dan een boom offeren voor drie weken plezier. om over de klimaatimpact van al het stofzuigen nog maar te zwijgen. Maar dan is het 6 december. en dan staan er op elke straathoek boomverkopers. en dan denk ik. volgend jaar verzin ik iets beters. nu neem ik deze mee. Ik heb wel een rondje gegoogeld. en ik moet zeggen dat me dat niet tegenviel. De autorit om de boom op te halen is vaak het meest vervuilend. en plastic bomen. Worden vaak niet lang genoeg gebruikt om de milieuschade te compenseren. Dus zelfs de deskundigen zijn er nog niet over uit of een kerstboom nou deugt of niet. Ik was opgelucht toen ik dat las. Meestal als ik iets google, wordt het juist alleen maar erger. Ik google op jeuk en ik eindig bij cholera. En als ik opzoek hoe slecht iets voor het milieu is, dan eindigt het eigenlijk altijd bij nog veel slechter dan je dacht. Stop nu met ademhalen, maar eet eerst een eikel. Dan is er een kleine kans dat over 200 jaar de boom die uit jouw overschot gegroeid is, je voetafdruk nog enigszins gecompenseerd heeft. Kortom, het was een meef. Maar toch kon ik er niet echt van genieten, omdat er ergens iets bleef knagen. Geen kerstboom zetten is immers nog altijd beter dan wel een boom zetten. Toch was ik mezelf nu smoesjes aan het vertellen: waarom vind ik die boom eigenlijk überhaupt zo belangrijk? Laten we eerlijk wezen: het is een krankzinnig ritueel. Een boom met lampjes die langzaam doodgaat in je woonkamer. Alleen omdat wij mensen het blijkbaar heel gezellig vinden, iets stervends in huis te hebben staan. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen. Er is straks weer een Noordman minder. En dat is goed nieuws. De Noordman hoort hier niet. Die komt uit de Caucasus. De zaadjes worden hierheen gebracht. In 7 tot 10 jaar opgekweekt op gigantische lappen grond in Denemarken en Duitsland. Tot boompjes van huiskamerformaat. Het is een fenomeen dat wereldwijd tot ellende leidt. Monocultuur. Rijen vol van dezelfde gewassen met hetzelfde genetische materiaal. Daardoor vatbaar voor ziektes en plagen. En dus gaan er gifstoffen overheen. Waardoor uiteindelijk de bodem nog minder leven bevat. dan het spel van Oranje in een WK groepswedstrijd. En er wordt wel geprobeerd om daar iets aan te doen. Niet voor niks begon gisteren in Montreal een conferentie over biodiversiteit... waar 195 landen samen moeten proberen te voorkomen... dat we in de zesde massa-uitsterving terechtkomen. De vorige was die van de dino's, die er helaas niet in geslaagd zijn... hun uitsterven te voorkomen, omdat precies tijdens hun conferentie... een meteoriet op het congrescentrum insloeg. Maar we weten allemaal wat er op die conferentie gaat gebeuren. Te weinig. Ze gaan doelen stellen. Dan wordt dan door diverse landen en bedrijven wat van afgesnoept. Dan gaan ze bepalen hoe ze die minder ambitieuze doelen dan willen bereiken... Dat proberen diverse landen en bedrijven dan zo vaag en vrijblijvend mogelijk te houden. Dan komt er een slotverklaring, die is dan voor sommige landen en bedrijven nog steeds te radicaal. Dan dreigt er geen akkoord en dan is er uiteindelijk toch blijdschap bij iedereen dat er na twee dagen extra onderhandelen toch nog keiharde afspraken zijn gemaakt over waar de volgende conferentie wordt gehouden. En dus zou je ook kunnen zeggen dat het goed is dat ik gisteren ben begonnen met het euthanaseren van een Noordmanspar. De komende weken verlen ik palliatieve zorg, af en toe een plintje water in de voet waar zijn afgezaagde stam in staat. Ik knip de top er alvast af om daar een ster op te zetten. als verwijzing naar het hemelse waar daar die onderweg is. Ik kijk hoe zijn takken gaan hangen. hoe de naalden vallen, de takken kaler worden. Ik hang er zelfs lampjes in om dat allemaal extra goed te kunnen zien. Want het is een lange leidersweg. Noordmannen zijn taai. Dit hele proces kan een paar weken duren. zodat ik waarschijnlijk pas na de kerst. zeker weet dat de boom dood is. en ik zijn stoffelijk overschot buiten zet. zodat het kan worden opgehaald voor de crematie. Onder de boom zet ik een stalletje met verschillende dieren. een os, een ezel, een schaap. als symbool van de diversiteit die we terugkrijgen door deze boom te doen. Ik leg de kinderen uit dat we dit elk jaar zullen doen... net zolang tot er geen Noordmannen meer zijn. Ja, als je er zo naar kijkt, dan is een kerstboom... eigenlijk een geweldige daad voor het klimaat. Wat een opluchting. Google mag dan soms meevallen. Niks is zo troostrijk als zelf een verhaal paraat hebben... om je geweten mee te sussen.